Goed mensen, we gaan beginnen. We hebben de 100 mensen bereikt, dus een mooi moment. Welkom op het webinar Klei in Veen. Mijn naam is Frank Lensink, ik ben thematrekker van het programma, het innovatieprogramma van Klei in Veen. Dit is een webinar wat we organiseren samen met, als VIP-NL, samen met Veenweide Innovatieprogramma Nederland, samen met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgasemissies Veenweide, Mondpol. We willen u graag in de komende anderhalf uur meenemen in alle kennis die we ondertussen aan het verzamelen zijn rondom het idee achter Klei in Veen. En we willen een aantal pilots toelichten en we zullen met twee sprekers uit het veld in gesprek gaan op het einde van de sessie. Waar we het vandaag niet over gaan hebben is de economie achter Klei in Veen. En we gaan het ook niet hebben over klei op veen. Een klei op veen betekent dat we het niet gaan hebben over dikke lagen klei op de veen. Daar gaan we het later nog een keer over hebben, maar dat is een hele andere dynamiek, een ander traject die niet helemaal past bij klei in veen. Wat we gaan doen, we gaan zo eerst met Mariet aan de slag over de werkingsprincipes achter het veen. Vervolgens gaat Maaike van Achtmaal iets vertellen over de pilots die we doen. We gaan in gesprek met Joyce Zuidam van het Rijkswaterstaat. En we gaan in gesprek met Bernd van Hoogheemmaatschap Hollands Hoogheemmaatschap Schinnelt en de Krimpende Waard, excuus. Eerst vooraf een paar huishoudelijke mededelingen. Deze sessie wordt opgenomen, dat heeft u gezien. Als u het niet op prijs stelt dat u opgenomen wordt, is er de mogelijkheid om deze webinar alsnog later, in een later stadium, op de website van NOBV te bekijken en op de website van VIP.nl. Dus dat is één. Het tweede, u kunt vragen stellen via de chat. We zullen een aantal vragen eruit halen. Die zullen we proberen te bespreken. Waarschijnlijk omdat we met een grote groep zijn, zullen we niet alle vragen kunnen beantwoorden. Die proberen we in een later stadium schriftelijk met iedereen te delen. Dat lijkt ons op dit moment de beste weg. Klei in Veen. De basisgedachte van Klei in Veen komt eigenlijk uit de natuur. Als u door Nederland heen rijdt, dan ziet u in heel veel veenweidegebieden klei en kleilaagjes op de veengebieden liggen. Dat is een natuurlijk oud proces geweest bij overstromingen van rivieren zijn veel kleideeltjes afgezet. Dus het idee is eigenlijk van niemand, het is van de natuur. Desondanks is het een interessante mogelijkheid om te kijken of dat we wat kunnen doen aan de broeikasgasemissies die vrijkomen uit de veenweiden. Niet raar. Want broeikasgasemissies is een top-issue in het klimaatprogramma bij het ministerie. Vandaar dat deze twee programma's ook opgezet zijn, het innovatieprogramma en het meetprogramma, en er nu heel veel aandacht voor is. Ik denk dat we snel overstappen op een van de eerste sprekers. Dat is Mariet Hefting. Zij is universitair hoofddocent ecologie en biodiversiteit aan de Universiteit van Utrecht. En zij is verbonden aan het onderzoeksconsortium van het NOBV en neemt ook deel in het programma Klei in Veen van VIP.nl. Zij zal ons meenemen in de principes achter Klei in Veen, dus hoe werkt Klei in Veen en wat doet het eigenlijk in die bodem voor de kennis die we nu hebben. Mariet, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Frank. Ik ga even mijn scherm delen. En het even groot maken. Zo, welkom allemaal bij dit webinar Klei in Veen. Mijn presentatie is een samenwerking met Joost Keuskamp van Beyond Research en met Maaike van Achtmaal van het Louis Bolk Instituut. Samen hebben wij alvast wat metingen gedaan aan Klei in Veen en die wil ik jullie presenteren op dit moment. In eerste instantie, als we willen praten over Klei in Veen. Het is een methode om de broeikasgasemissies uit veenweiden te verminderen. En dan moeten we kijken waarom breekt veen eigenlijk af en hoe werkt dat nou? Nou, veenafbraak is eigenlijk langzame verbranding. En daarbij is brandstof nodig, dat is het veen zelf. Daar is zuurstof nodig en zuurstof dringt de bodem in wanneer je een bodem ontwatert. En
Daarnaast heb je ook nog een katalysator nodig. En dat zijn de enzymen die worden uitgescheiden door de bodemmicroorganismen. En wanneer deze allemaal samenkomen, de zuurstof, het veen en die enzymen, dan vindt er afbraak plaats en dan krijg je CO2-emissie. Nou, die klei in veenmaatregel, wat doet hij nou eigenlijk? We brengen beperkte hoeveelheid klei op. Het is ongeveer een laag van 1 tot 2 centimeter. En als we het dan over droge stof hebben, dan is het ongeveer 10 kilogram droge stof per vierkante meter. En die klei die moet zich mengen met die bovenlaag, met die toplaag. En dat kan door een natuurlijk proces met het regenwater in de poriën van dat veen spoelt. En ook met bioturbatie, wormen brengen die kleilaag in die veenbodem. En in principe kan het worden toegepast naast allerlei andere maatregelen, bijvoorbeeld watermaatregelen. En het idee is dat zo'n klein dun laagje klei eigenlijk weinig verdere impact heeft op je management. En waarom nou klei toevoegen? Nou, klei, dat zijn hele kleine reactieve deeltjes. En die kunnen vocht vasthouden, houden nutriënten vast. Maar die zouden ook een effect kunnen hebben op die enzymen en op die hele bodemstructuur. En wat we zien in het lab is dat het ook wel degelijk zo werkt, dat we minder emissies hebben. Er kan ook door die reactieve deeltjes, die kunnen een interactie aangaan met organisch materiaal. En daar een complexvorming kan plaatsvinden, dus organominerale complexen. En die zijn dus niet meer beschikbaar voor de micro-organismen om af te breken. Een andere mogelijkheid is dat er een interactie is met die micro-organismen in de bodem. Een verschuiving ook van de microbiële gemeenschap die daar zit. En een verandering in de bodemstructuur kan plaatsvinden door die klei toevoegen. Nou, het leidt allemaal tot een reductie van die veenafbraak en hopelijk een voldoende reductie van die broeikasgasemissie. En zoals Frank net al zei, komen er van nature ook al klei voor in venen. Maar het idee is dat we echt nieuwe klei moeten toevoegen om die reductie van CO2 te kunnen bewerkstelligen. Nou, wat laten nou die labproeven zien? Die labproeven laten zien dat er een reductie is van de emissie. Dit figuur wat je hier ziet, dat is over de tijd, over een hele lange periode hebben we de broeikasgasemissies gemeten in een labopstelling. Waarbij de klei helemaal optimaal gemengd werd met die veenbodem. En dan zie je dat verschillende typen klei verschillende reductie laten zien. En de meest optimale kleien laten een reductie zien van 33%. Eerder spraken we over 50%, maar toen hadden we nog niet gecorrigeerd voor de pH-effecten die ook optreden in deze bodem. Dus we komen nu uit met een pH-correctie op 33%. De kleiwerking, je ziet de eerste lijnen hier vanaf de nul. Anderhalf jaar is het effect verdwenen, maar de eerste periode is het effect ook nog niet zo groot. Dus het duurt enige tijd voordat er echt duidelijk een reductie optreedt. En helemaal na anderhalf jaar, dan zie je dat het effect eigenlijk weer verdwijnt. Nou, verder onderzoek moet eigenlijk uitwijzen wat nou precies de mechanismen zijn. Welke mechanismen dragen het meest bij aan die reductie van CO2-emissie? En op basis van deze labproef zien we dat het effect ongeveer 25 milligram CO2C per gram klei betekent. Dus dat is waar we rekening mee kunnen houden. Als een optimale menging plaatsvindt met die bovengrond. Nou, iets anders is nog een winstwaarschuwing. Want wat we ook zien wanneer we bodem uit Zegveld, uit Gersloot en Oldenlamer, als we daar klei aan toevoegen, twee verschillende soorten klei, Blankenberg en klei uit Friesland, is dat het reductie-effect nogal eens uiteen kan lopen. Dus dat bij Zegveld zien we een duidelijke reductie. En de proeven die ik eerder liet zien, dat zijn ook allemaal proeven die uitgevoerd zijn op Zegveldveen. Maar bij Gersloot zie je dat er eigenlijk met de Frieslandklei geen reductie plaatsvindt. En bij Oldenamer zie je zelfs dat er emissie gaat plaatsvinden. Dus meer emissie in de bodems die gemengd zijn met klei dan de controlebodems. Dus dat is de stippellijn in dit geval is de controle. Dus het is wel degelijk zo dat er een interactie is tussen het veentype en het kleitype. En dat we dus verder moeten uitzoeken wat de oorzaak daarvan is voordat we dit heel grootschalig gaan uitrollen. Wat zien we dus? In labproef zien we verminderd CO2-emissie. En waar grijpt dat nou op aan? We willen eigenlijk weten, is dat nou
wat doet het nou met het veen, wat doet het nou met de zuurstofindringing en wat of werkt het nou op die katalysator? Als we kijken naar de brandstof, naar het veen zelf, dan zou het kunnen zijn dat er dus complexvorming optreedt. Dus dat die kleideeltjes, de organische deeltjes binden, waardoor de micro-organismen het niet meer kunnen afbreken. Het kan inwerken op de zuurstof, dus het verstoppen van de poriën. En het kan ook inwerken op de enzymen, de binding van de enzymen. Dat heb ik hierbij nog een keertje verder uitgewerkt. Dus de hypothese 1 is, het is een beetje typfout, complexvorming. Dus het heeft invloed op de brandstof. Wanneer je kijkt naar het substraat in een veenbodem, dan bestaat dat uit wortelexsudaten, uit nutriënten en uit opgelost koolstof. En het zou kunnen zijn dat die deeltjes worden gebonden door de kleimineralen en daardoor minder beschikbaar zijn voor afbraak. En necromass, dat is wat tegenwoordig steeds meer een inzicht is, dat er microbiële biomassa, dus hieven, dus schimmeldraden en microbiële cellen, dat die eigenlijk wanneer dat sterft ook stabiel wordt en niet meer makkelijk wordt afgebroken. Ook die deeltjes kunnen gebonden worden in klei en zijn dus dan echt beschermd en zullen niet meer gebruikt worden als brandstof voor het proces. De volgende hypothese is het verstoppen van de poriën. Wanneer die klei dus in die veenbodem spoelt, dan zou dat de poriën kunnen verstoppen, waardoor de zuurstof minder makkelijk in die veenbodem dringt. Het kan ook het water beter vasthouden, want die kleien die zwellen en die kunnen water goed vasthouden. En dat zou dus uiteindelijk kunnen leiden tot minder zuurstofindringing in je bodem en minder uitdroging in de zomer. Dat is ook een effect wat dus je CO2-emissie kan verminderen. De laatste hypothese die we hebben is dat er biologische interacties zijn. Dus dat er eigenlijk ingewerkt wordt op de katalysator. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan verandering zijn van activiteit van de micro-organismen. Doordat er verminderde enzymproductie is of dat er enzymen worden gebonden. Er kan verandering zijn van de microbiële gemeenschap. Doordat die klei aanwezig is, zijn er verschuivingen en is de omgeving minder optimaal voor bepaalde micro-organismen. Zal er verschuiving zijn van wie daar actief groeit. En er kan een verandering optreden in de dominante metabolische route. Dus wat wordt er gebruikt als elektronenacceptor? Is dat zuurstof of is dat een alternatief voor die zuurstof? Dus dat zijn allemaal biologische interacties die ook kunnen worden beïnvloed door de toevoeging van klei. Het is dus zo dat we bij die drie hypotheses aan het werk gaan en gaan proberen met een IO om dat verder uit te diepen. Wat is nou de belangrijkste werkingsmechanisme? Als we nou kijken naar die werkingsmechanismen, dan zien we dat de vragen die uit de praktijk komen heel sterk aansluiten bij die drie hypothesen. Als je zegt hoe langdurig is het nou werkzaam, dan wil je eigenlijk bedenken, ja, moeten we dat opnieuw aanbrengen? Dat zou dan moeten zijn wanneer het gebonden wordt aan de klei, de brandstof. Dan denk je dat je dat opnieuw moet aanbrengen. Omdat dan de klei op een gegeven moment verzadigd is. Terwijl als het nou inwerkt op je poriën en het vasthouden van vocht. Dan hoef je het helemaal niet opnieuw aan te brengen. En dan is het heel langdurig werkzaam. Daarom is het belangrijk om uit te zoeken wat het werkingsmechanisme is. Dus wanneer herdosering nuttig is, ja, dat betekent... Herdosering moet je doen wanneer het complex verzadigd kan worden. Je wil ook weten of het werkzaam is op de onderliggende laag. Ook dat heeft weer te maken met de poriën. Welke van de drie hypotheses sturend is. Nou, er zijn nog veel vraagtekens zoals je ziet. Ook het risico op versnelling. Het zou kunnen zijn dat sommige kleien bijvoorbeeld heel veel nutriënten bevat zijn. Dat de reden is dat er versnelling kan gaan optreden van de CO2-emissie. Met name dan in bodems in veenbodems die van zichzelf wat armer zijn. Dus op die manier moeten we eigenlijk al deze mechanismen uitsluiten of heel goed een idee krijgen wat de mechanismen zijn, zodat we ook de vraag uit de praktijk vrij snel kunnen beantwoorden. Oké, wat doen we nou verder aan labmetingen? We zijn nu volop bezig met de eerste experimenten. We meten ook direct in ongestoorde monsters in het veld. Maar wat we willen uitzoeken, wat zijn nou verschillende klei-eigenschappen die bijdragen aan optimale remming van de CO2? En wat met emissiemeting in het lab, van hoeveel reductie treedt er dan op?
We willen ook meer inzicht krijgen in de microbiële gemeenschap door DNA-extracties te doen en enzymmetingen, zodat we dat beter uit elkaar kunnen trekken. En we kijken naar de samenstelling van het organische stof. Wat wordt er nou precies geremd? Welke emissie? Dus het doel van dit hele project is het begrijpen van het mechanisme, het voorspellen van de werkzaamheid van verschillende klei-eigenschappen op dat veen en de combinatie daarvan, en iets over de optimale dosis en de duur van de werkzaamheid. En we willen uiteindelijk kijken natuurlijk de wetenschappelijke kwaliteit op borgen. Nou, hier zijn wat foto's van ons labwerk voor deze voorbereidende testen. DNA-extracties, pH-metingen en verschillende soorten emissiemetingen. Als we nou kijken naar NOBV. NOBV heeft twee meetsites op de planning staan. Daar wordt nu aan gewerkt op twee verschillende locaties. Is al voorheen, al langer geleden, klei toegevoegd. We moeten het hebben van locaties waar dat al eerder is gedaan, omdat je anders in transitie zit te meten. Op Zegveld komt een locatie, daar zijn we mee bezig. En op Delfstrahuizen bij Minneholtrop. Daar komen grote vlakken, maar ook wat kleinere plotjes te liggen, waarbij we met verschillende typen klei gaan kijken wat kleien optimaal werken voor de reductie. Verder zijn we met experimenten een brug aan het slaan tussen het lab en het veld. In het lab werken we met kleine buisjes. Deze buisjes incuberen we nu ook in het veld met verschillende stof eromheen, zodat we bijvoorbeeld de wortels kunnen uitsluiten of de schimmeldraden kunnen uitsluiten. Zo kunnen we nog beter inzicht krijgen in de werkingsmechanismen. Dus we zijn al bezig met het incuberen van verschillende venen, gemengd en niet gemengd met klei, in de locaties waar we gaan meten met het NOBV. Bij het NOBV komt er een meetsite zoals een type 1 meetsite. Dat betekent dat er een zware meetsite komt met fluxkamers ook een eddy in Delfstrahuizen. En dat we daar vrij gedetailleerd alle bodemprocessen in kaart gaan brengen. Oké, ik heb nu verteld vooral wat er in het werkpakket 1 van VPNL en hoe dat gaat plaatsvinden en hoe dat samenhangt met het NOBV. Maaike gaat nu verder om uit te leggen hoe die meer mechanistische inzichten kunnen worden gebruikt en toegepast in de demo-sites die we gaan aanleggen. En hoe je dat ook verder kan gebruiken in de voorspelling. Dat kan met zomers of dat kan op een andere manier wat opgeschaald worden. Oké. Dankjewel, Mariet. Voordat we verder gaan naar Maaike, hebben we een paar vragen uit de chat voor jou. Dus het is denk ik goed om daar een klein beetje aandacht aan te besteden. We kunnen niet alle vragen beantwoorden. Er is altijd wat vraag over het tijdelijk effect en het niet-tijdelijk effect. Je hebt daar al iets laten zien in je grafiekje. Kan je dat nog kort en bandig proberen uit te leggen? Dus hoe zit je met het tijdelijk effect van CO2, het voorkomen van CO2-emissie? Wat je ziet is dat het duurt even voordat die reductie optreedt. Dus daar is ook een soort tijdsvertraging. Dus het moet echt inwerken. En vervolgens is het zo dat het nu, wat we uit de labresultaten zien, ongeveer anderhalf jaar werkt. En daarna neemt de werkingsmechanisme af. Dan lijken de controle samples en de klei toegevoegde samples naar elkaar toe te trekken in emissie. Dus het werkt in het lab tijdelijk. Nou is dat niet garantie dat dat in het veld ook zo is. Het kan in het veld optimaler zijn. Want dat heeft ermee te maken dat we in het lab natuurlijk in een geïsoleerde situatie zitten te kijken. Die bodemmonsters die zijn niet onderhevig aan allerlei fluctuaties in waterstand. En er is niet een extra input van wortelexudaten bijvoorbeeld. Dus het kan anders uitpakken in het veld. Oké, en tijdelijk effect wordt denk ik ook mee bedoeld. Je gaf aan, er is een snelle binding en hij neemt iets af. Kan je nog iets zeggen over, je hebt een aantal mechanismes benoemd. Eén daarvan is minder zuurstof intreden. Is dat dan niet een tijdelijk effect, maar een definitief effect? Dus ja. Heb je een langdurige reductie van CO2?
Ja, dat werkt veel meer op een langdurige reductie en dat heeft ook effecten op uitdroging in de zomer, waardoor er wat we nu zien, kan een enorme scheurvorming optreden in sommige sites en een enorme versnelling van je afbraak optreden na zomerdroogte. En dit zou eventueel tijdelijk die zomerdroogte kunnen verminderen bovenin. Ja. Oké, dan nog een paar vragen over de klei zelf. Klei bevat verschillende lutumdeeltjes, grootte. Er worden verschillende gesproken over verschillende kleitypes. Kan je daar iets over zeggen? Ja, we hebben verschillende kleitypes. We hebben nu in eerste instantie gewerkt met kleitypes die in grote hoeveelheden in Nederland beschikbaar komen. Om daarmee in eerste instantie te kijken, dat is namelijk een logische pool om in te gaan zetten voor deze maatregel. Het zijn expliciet geen dijkenkleien, want die worden ergens anders toegepast. Maar kleien overal in Nederland in grote bouwprojecten die beschikbaar komen, daar gaan we naar kijken. We gaan ook kijken naar kleien die in de toekomst er waarschijnlijk beschikbaar komen van grote bouwprojecten. We gaan ook wat meer in een kleipalet kijken naar bepaalde kleien waarvan we de kleimineralogie in heel erg in detail weten, of waar we het idee hebben dat dat heel, heel goed zou kunnen werken, als meer wetenschappelijke inzichten om die te verkrijgen, zodat we sneller kunnen screenen in de toekomst. Oké, deze kleien werken heel goed en dit kleimineraal werkt heel goed. En dan kan je sneller zien of een klei beschikbaar komt, een potentieel heeft om de emissie te reduceren. Dus het is beide, we gaan meten aan wat er beschikbaar is, wat er beschikbaar komt en wat wetenschappelijke inzichten oplevert. Dus die drie groepen gaan we screenen. Oké, dank je. Nog twee korte vragen. Het eerste vraag, een van de deelnemers vraagt, als het klei-aandeel al hoog is, werkt het dan nog wel? Ja, dat hangt dus heel erg af van het werkingsmechanisme. Wanneer het werkingsmechanisme binding is, dan zou het kunnen zijn dat de klei die er al jaren ligt al verzadigd is. Dus dat bindingscomplex gewoon helemaal vol zit. En dan werkt het dus niet met kleien die al in die veenbodem zitten. Maar dat moeten we dus verder uitzoeken. En het idee is ook om daar experimenten mee te doen. Dus kleien die in veen liggen ook gebruiken om toe te voegen. Maar dat hangt dus inderdaad van het werkingsmechanisme af. Oké, laatste vraag. Voor nu, hoe lang loopt je meetprogramma nog? Dus wanneer kunnen we echt met wat meer zekerheid resultaten van je horen? Nou, we zijn nu net binnen VIP-NL. Deze metingen die we gedaan hebben, die zijn deels gefinancierd uit POP-projecten en ook zelf met studenten uitgevoerd. Dus dat is allemaal bij elkaar losse experimenten. Nu hebben we binnen het VIP-NL, samenwerking met het NLBV, de mogelijkheid om een IO hierop aan te stellen, dus een promovendus. Die zal ergens dit voorjaar starten. En dan loopt het 4 jaar, dit onderzoek. Het is niet zo dat het 4 jaar duurt voordat er resultaten komen, want er zijn al resultaten. Dan wordt er wat diepgaander gekeken naar de mechanismen. En we hebben echt nog wel wat tijd nodig om dat helemaal verder uit te werken. Oké, dankjewel Mariet voor je mooie en duidelijke uitleg. Wat mij betreft beantwoorden we de overige vragen schriftelijk of komen ze straks nog terug bij Maaike. Maaike, welkom. Maaike is van het Louis Bolk Instituut en is betrokken als onderzoeker voor bodemkwaliteit en agrobiodiversiteit. En ze zal ons meenemen in een aantal praktijkpilots die we vanaf vorig jaar, meen ik, of ietsje langer al opgezet hebben om alle kennis te kunnen verzamelen. Maaike, kan jij erin komen? Maaike? Ja, of als het goed is ben ik nu te verstaan door iedereen. Dat is al stap 1. Even kijken, ik ga even mijn presentatie ook delen. En dan zal ik het overnemen en dan ga ik even wat meer vertellen van hoe gaan we nou in de praktijk naar kijken. Ik begin maar eigenlijk bij een stukje wat Mariet net ook heeft verteld.
Juist omdat ik daar iets uit wil lichten. Dus we hebben gezien van de afname is substantieel voor sommige kleisoorten. En na ongeveer 1,5 jaar is het effect weer verdwenen. Tenminste in de opstelling die we in het lab hebben gebruikt. En als laatste was ook nog een van de opmerkingen. Is verder onderzoek moet uitwijzen hoe zich dit in het veld vertaalt. Nou, het onderwerp van mijn presentatie is eigenlijk meer van die brug. Van het echte mechanistische wat Mariet net heeft uitgelegd. En even te kijken van hoe werkt het nou in het veld. Want uiteindelijk wordt het in het veld toegepast. En moeten we weten hoe het in het veld werkt. Dus we hebben in het hele VPNL-programma hebben nog een paar andere onderdelen. En die zou ik eigenlijk één voor één dadelijk iets verder gaan uitlichten. Met namelijk demosites, dat is echt wat grootschalige toepassing. En kleipaletten, daar zal ik wat meer over uitleggen. Dus dat is eigenlijk de koppeling van het wetenschappelijke onderzoek naar meer praktijkonderzoek en de samenhang daartussen. Nou, als eerste hebben we op verschillende locaties hebben wij demonstratieproeven. Daar hebben we op 1 hectare, 1,5 hectare, ongeveer die orde grootte, soms net wat meer, soms wat minder, hebben we dus het kleienveen al toegepast. Sommige heel recent, afgelopen zomer, zijn een aantal proefvelden aangelegd. Sommige ligt dus al 3 of zelfs 4 jaar dat de klei daar al toegepast is. Waarom doen we dat? Dat is eigenlijk de schakel tussen het onderzoek en de praktijk. We moeten ook gewoon heel veel dingen leren uit het veld zelf, van hoe werkt het nou, maar ook wat zijn de agronomische effecten, hoe werkt het met gewoon het bewerken, met het bewijden. Dus eigenlijk het hele brede blik op deze maatregel. Nou, waar liggen al die proefvelden? De meeste proefvelden liggen in de Krimpenerwaard en in Friesland. Krimpenerwaard liggen er 5 proefvelden. In Delfsterhuizen en in Grote Veenpolder liggen beide 2 proefvelden. Maar we hebben ook in Zegveld, in Wilnis, in Aarle en de Veen en ook sinds kort in de Rijp hebben we proefvelden liggen. Waar we dus eigenlijk op allerlei manieren dus kijken naar deze maatregel. Nou, wat doen we dan in het veld? We kijken op allerlei manieren van hoe klei zich nou in het veld gedraagt, maar ook wat er te zien is na toepassing van deze maatregel. Dus we volgen eigenlijk de bodem. Dus we doen bodemchemische parameters met de standaard Eurofins-bemonstering, maar ook door proeven in het lab te doen. We kijken naar bijvoorbeeld spoorvorming en bodemverdichting na toepassing, maar ook naar de stevigheid van de toplaag, dus wat is de draagkracht van de bodem. We kijken naar waterinfiltratie met en zonder klei, ook naar de watervasthoudendheid van die toplagen, dus om te weten wat doet nou eigenlijk die kleitoepassing eigenlijk met de toplaag, wat doet het met het watervasthoudendheid. We kijken naar het veenprofiel. Eigenlijk willen we per veld weten hoe zit het hele profiel in elkaar. We kijken naar hoe snel bepaalde klei in die bodem inspoelt en indringt. Dus dat volgen we over tijd. En we weten nu ook al wel dat het niet per veensoort even snel gaat. En niet per kleisoort even snel gaat. We kijken naar andere dingen, insporing. We willen weten wat het doet met het bodemleven, de kleitoepassing. Met de botanische samenstelling in het veld. Het is eventjes een brede blik, maar we hebben nog een paar andere metingen die hier ook mee samenhangen. Maar wat ook heel erg belangrijk is in dit traject, is ook te kijken naar de ervaring van de boer en de loonwerker. Ook daarvan kunnen we heel veel weten, want wij zijn er niet elke dag in het veld. Dus wat wordt er gezien in het veld? Is de draagkracht beter? Is er meer plasvorming? Hoe staat het gras erbij? Dat soort dingen willen we ook meenemen. Maar ook van dingen over de toepassing en het opbrengen van het klei. Want dat is nog niet altijd even makkelijk. Dus al die ervaringen willen we samenbrengen in de demo. En eigenlijk bijna vanzelfsprekend, maar ook heel bewust, zitten in die demoproeven ook best wel wat variaties. We hebben bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard op een aantal percelen, maar ook in Aarlanderveen, hebben we verschillende hoeveelheden klei opgebracht. Dus we hebben de hoeveelheid gebruikt die we eigenlijk overal gebruiken en die we ook in de labproef hebben gebruikt. Dus wat Mariet al zei, 10 kilo droge stof per vierkante meter. Dus dat 100 ton per hectare aan droge stof ongeveer. Maar we weten eigenlijk niet of dat de optimale dosis is. We zien dat dat werkt in het lab, maar wat nou optimaal is, weten we niet zo goed. Dus we hebben ook variaties
Dus verschillende hoeveelheden hebben we toegepast, maar ook variaties in hoe vaak. Dus we hebben nu voor het eerst, na een paar jaar inwerken in de Krimpende Waard, is er ook nu een tweede dosis op sommige plekken gekomen. En dat zal ook op andere plekken gebeuren, zodat we kijken naar herhaalde toepassing. We hebben bijvoorbeeld verschillende grondwaterstanden vlak bij elkaar. Dus we willen eigenlijk ook weten of er een interactie is tussen grondwaterstand en kleitoepassing. Bij welke grondwaterstanden is kleitoepassing geschikt? Is er eigenlijk een interactie tussen de grondwaterstand en de klei? Dus spoelt het bijvoorbeeld makkelijker in een natter perceel? Of juist werkt het beter in een droger perceel? Dus dat soort dingen die willen we ook eigenlijk gaan monitoren. We hebben wat gevarieerd in voorbewerking. Juist omdat eigenlijk het opbrengen van de klei niet altijd makkelijk ging, hebben we ook gekeken van kunnen we die klei een beetje voorbewerken. Dus wat we gedaan hebben is bijvoorbeeld laten uitdrogen en frezen, zodat het al mooi fijn is voordat het werd opgebracht. We gaan in de Grote Veenpolder, er wordt eigenlijk een combinatie van verschillende bodemmaatregelen getest. Dus er wordt ook juist wel een dikke kleilaag opgebracht en een klein beetje van klei in veen om dat naast elkaar te zien, om dat te kunnen meten. En dus er wordt ook al geëxperimenteerd met verschillende machines. En misschien willen we ook in het vervolg van het traject ook gaan kijken van wat zijn mogelijke aanpassingen aan machines die gedaan moeten worden om dit op wat grotere schaal toe te passen. Dus we willen een beetje feeling krijgen van met welke machines werkt dit goed. Dus dat is een hele, eigenlijk in de breedte van waar we allemaal naar willen kijken binnen dit traject. Nou willen we ook in het veld juist wat de diepte in. Die hebben we in het hele voorstel hebben Field Lab Special genoemd. En Field Lab zegt het al, dus dat in het veld een soort van lab gaat maken. En dat zijn proeven in het veld of onder veldomstandigheden. Die echt gericht zijn op het beantwoorden van verdiepende vragen over toepassing. Maar wel onder veldomstandigheden. Een aantal daarvan die lopen al, die worden nu opgezet. En een daarvan is bijvoorbeeld het voorspellen van de interactie met waterstanden. Dus bij welke waterstand kan het, maar ook in combinatie met waterinfiltratiesysteem bijvoorbeeld. Dus kan het een combinatie van maatregelen, werkt dat ook of werkt dat juist beter of werkt dat minder goed? En een andere vraag, en dat is vooral voor Noord-Nederland, kan het ook, in plaats van opbrengen van klei, kan ook ziltslip bijvoorbeeld uit de Waddenzee gebruikt worden als kleibron. Maar dan krijg je twee effecten. Dan krijg je het effect van en de klei, van het lithium, maar ook het effect van zout. En wat het effect van zout ook op de omgeving is. Dus dat is ook een proef waar we op gaan inzetten. Nou zie je op de foto die we hebben, dat is een opstelling in de botanische tuin van de Universiteit van Utrecht. En daar kunnen we in deze bakken kunnen we verschillende waterstanden simuleren in intacte veenkolommen. Je ziet ze allemaal in die bakken staan. En deze proef willen we gaan voortzetten en ook met klei. En we willen daar wat variaties gaan aanbrengen. Om een beetje een tussenvorm tussen het labopstelling en het veld te maken. Want in het veld heb je heel veel fluctuaties van waterstand in het jaar. In het lab kunnen we dat eigenlijk helemaal niet doen. Dus dan hebben we maar één vochtgehalte. En daar willen we eigenlijk een tussenvorm van maken. Maar het is ook eigenlijk een oproep aan iedereen die in veengebieden werkt. Om dit te kunnen doen, moeten we nieuwe kolommen in de intacte kolommen uit het veengebied halen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar veengebieden waarin gegraven gaat worden. En waar we in ieder geval minimaal 10 meter bij een halve meter ongeveer gegraven gaat worden. Waar we dit eventueel veenkolommen zouden kunnen weggaan. Want liever doen we dat niet in een perceel die nog gewoon gebruikt wordt. Maar als er ergens een nieuwe sloot komt of gebouwd gaat worden of iets gaat gebeuren, dan horen wij dat heel graag. Want dan kunnen wij eventueel deze proef daar vandaan halen. Ik heb net al genoemd over de verdiepingen vragen. Dit is ook de proefopzet die nog een klein beetje aangepast gaat worden voordat die helemaal uitgerold gaat worden. Maar je ziet een beetje het idee van hoe doen we dat nou? Hoe zetten we zo'n proef op in het veld? Om echt wel ook alle factoren mee te kunnen nemen. En deze is voor ziltslip. En daar hebben we blokken waar we dus ziltslip gaan opbrengen. Maar ook de verschillende factoren. Dus één blok in het veld gaan we bijvoorbeeld alleen maar zout uit zeewater toepassen. Of we gaan één blok, gaan we dat slip helemaal ontzilten, dus dat het zout eruit weg is. Dus dat we alleen maar naar het effect van het slip zelf, zonder het zout kijken. En dan gaan we ook daarnaast even kijken naar het effect tussen slip en klei.
Er zitten ook verschillen tussen. Dus die gaan we naast elkaar zetten en dan ook weer zoute klei. Dus dan hebben we eigenlijk het hele brede aspect. Terwijl we ook de verschillende individuele componenten eigenlijk kunnen meten. En dat doe je dan in een aantal herhalen. En dan krijg je zo'n proefopzet zoals je hier ziet. Dus dit is een proef die we eigenlijk heel graag dit voorjaar zouden starten. Om ook echt het effect, de verschillende effecten van deze toepassing met juist waar het klei wat zouter is of juist siltslip. Om dat ook te kunnen gaan bekijken. Als laatste grote veldproef. En deze is eigenlijk ook echt een koppeling tussen wat in het lab gebeurt. En wat in het veld juist op demosites gebeurt. Is een hele belangrijke proef voor ons. We hebben het kleipalet genoemd. En dat is letterlijk ook naar 20 tot 30 kleisoorten kijken. En heel breed in die verschillen in kleimineralogie. Misschien in zoutgehalte, in pH, in hoeveel organische stof. In eigenlijk heel veel factoren van de klei verschillen die. En die willen we op 3 plekken in Nederland. Die ook heel anders zijn qua veen neerleggen. Dus juist die grafiek die Mariet heeft laten zien. Van dat er echt per veensoort kan de klei anders werken. Dat willen we eigenlijk heel goed in kaart gaan brengen. Dus dat wordt op 3 plekken gedaan. En dat is ook de koppeling met het NOBV. Want het wordt steeds gedaan op een plek waar ook al een meetsite is van het NOBV. Dus waar al heel goed gemonitord wordt. Of waar dat gaat komen. Want we zijn ook voor klei en veen komen op 2 plekken. NOBV meetplot. En daar willen we dus dit kleipalet aan koppelen. Dus dat je ook heel goed weet wat er in die bodem gebeurt. Maar wat er ook met de emissies gebeurt. Hoe kijken we naar die 30 kleisoorten die we willen gaan testen op 3 plekken? Die hebben we eigenlijk in 3 categorieën onderverdeeld. Categorie 1 is wat eigenlijk nu al beschikbaar is. Wat grote stromen klei zijn. Die eigenlijk toegepast zouden kunnen worden voor klei en veen. Dus daar echt wat bulk achter zit, zeg maar. Categorie 2 is wat nu nog niet beschikbaar is. Maar wat wel in de planning staat als een grote stroom. Een voorbeeld hiervan is in Zeeland. Dus die zeeklei van die polder, het Vigpolder, die waar een heleboel dingen gaan gebeuren. En het mogelijk ook een kleibron gaat in de toekomst. En zo er zijn er andere grote projecten van de toekomst. Waar mogelijk heel veel klei vrijkomt. En ons idee is om dat nu al te gaan testen. Zodat mocht de resultaten van klei in veen positief zijn. Dat we ook al meteen weten van wat er in de toekomst beschikbaar komt. Of dat ook past in deze maatregel. En de laatste categorie die is echt voor wetenschappelijk begrip. Dan gaan we misschien juist wat meer extreme kleisoorten zoeken. Om veel meer te snappen hoe nou al die processen werken. Dus die zijn misschien niet relevant voor een grote stroom. Maar wel heel belangrijk om beter te snappen hoe klei in veen nou werkt. Wat is dan het doel van dit? Is eigenlijk effectiviteit van een heel groot aantal kleisoorten. Maar ook verschillende eigenschappen van de klei te snappen. Dus eigenlijk willen we een lijstje hebben van die 10 kleisoorten die komen straks in grote stromen beschikbaar. En die passen ook bij veensoort. En we willen eigenlijk meer snappen, ook met het kleipalet, hoe werkt het nou? En uiteindelijk doel is, ik heb hem hier ter zake is gezet, een soort van strooitabel te maken. In de komende paar jaar dat dit onderzoek loopt. Om eigenlijk per veensoort te weten welke kleisoort erbij past en welke hoeveelheid, zeg maar. Dus dat is een beetje een van de einddoelen van dit project. Is eigenlijk een strooitabel te maken hiervoor. Nou, waar staan we nou? We hebben dus eigenlijk nu zijn we 20 kleisoorten zijn geselecteerd na de eerste analyses. En die zijn we nu aan drogen en voorbewerken. En die worden eigenlijk over een week tot 2 weken worden die al aangelegd. En hier zie je nog een paar foto's. Dit is de opzet die we in Zegveld hebben gemaakt. Mogelijk moeten we daar nog iets gaan schuiven vanwege sloot. Waarvan we niet wisten dat die in het verleden lag. En je ziet ook, dit is ook, het zijn allemaal foto's van Zegveld. Dat eigenlijk onze kleivoorraad, de grote big bags met een paar honderd kilo klei. Die wachten op voorbewerkt te worden. En die zijn we af en toe aan het monsteren om de eerste analyses te doen. Dus eigenlijk dat is het hele voortraject van dit kleipalet. Is dat er een hele verzameling met grote big bags klei klaar staat. Om eigenlijk toegepast te gaan worden in het kleipalet.
En je ziet hier ook de eerste proeven met drogen, zie je hier op de foto. Dus wat ik al net zei, want eigenlijk een van de doelen is echt om een strooitabel te maken. Wat we willen weten eigenlijk is welke klei heb je nodig voor welke veensoort. Hoeveel klei daarvan geeft de beste werking. En in combinatie met wat Mariet ook uitgelegd is, maar over het mechanistisch begrip willen we ook gaan toewerken. Nou, hoe vaak moet je klei toepassen? Hoeveel klei moet je toepassen? Is het één keer genoeg of moet je het af en toe herhalen? Dus dat zijn ook vragen waarmee we eigenlijk in de koppeling van het wetenschappelijk onderzoek en meer het praktijkonderzoek samen antwoord op willen geven. En dan is nog even de wrap-up. Mariet heeft hem ook al laten zien. Ik heb wat andere figuren hiervan uitgelegd, maar eigenlijk in het hele project willen we kijken naar toepassing. En dat doen we op MeeSites om echt te kunnen, in samenwerking met NOPV, om echt te kunnen meten van wat is nou het effect op broeikasgasemissie en op verschillende bodems. Maar dat doen we ook, die toepassing bekijken op demosites, om een bredere blik en de praktijkervaring ook meteen te bundelen met de wetenschappelijke metingen daarop. Nou, wat gaan we meten? We gaan eigenlijk de CO2 meten op verschillende niveaus in het veld, maar ook in het lab en onder allerlei omstandigheden. We kijken naar bodemdaling, maar we gaan ook echt meten van wat nou het agronomische effect is van de maatregelen. Want het moet ook wel toepasbaar zijn, maar ook wel niet negatief zijn voor andere aspecten. Wat willen we begrijpen? We willen eigenlijk begrijpen wat het mechanisme eronder zitten. We willen begrijpen welke klei eigenschappen bijdragen aan het effect van klei en veen. Maar we willen ook heel goed begrijpen wat nou de randvoorwaarden zijn voor deze toepassing. En als laatste willen we ook voorspellen. Dus eigenlijk in samenwerking met NOBV willen we dus al deze aspecten bundelen en kijken of we dus input kunnen geven, bijvoorbeeld in het zomerstabel, om ook eigenlijk klei en veen daarin te kunnen verwerken. Maar we willen dus ook meer praktisch toewerken naar de strooitabel die ik net genoemd heb. Om echt een praktische output te hebben van welke klei moet op welke veensoort worden toegepast. Mocht het allemaal goed werken en echt een emissiereductie geven. Dus dat is eigenlijk even de samenwerking of de samenvatting van het klei en veen VIP-NL project in samenwerking met NOBV. Oké, dankjewel Maaike. Bedankt voor je mooie en heldere toelichting. Maar uitleg betekent ook weer nieuwe vragen. En een aantal kan je denk ik nog niet beantwoorden. Maar goed, we zullen er een paar doen. Als eerste die bij mezelf opkwam. We praten ook wel eens over watermaatregelen. Dus hogere grondwaterpeilen, lagere grondwaterpeilen. Kijk je ook naar dat effect of laat je die op dit moment buiten beschouwing? Nee, daar kijken we bewust naar. En daarom hebben we ook, liet die foto zien van die soort van kolommenproef. En daarmee willen we eigenlijk de interactie tussen bodemvocht, grondwaterstand en kleitoepassing op een meer gecontroleerde manier gaan bekijken. Maar we zijn nu ook bezig met het kijken naar of we een soort van veldproeven kunnen doen. Om de combinatie van waterstand, combinatie van watermaatregelen met bodemmaatregelen eigenlijk samen te nemen van werkt kleinveen ook bij waterinfiltratie, werkt kleinveen ook in een heel nat perceel waar een hele hoge grondwaterstand en werkt kleinveen juist misschien beter waar grondwaterstand laag is. Dus eigenlijk dat is een van de dingen waar we komend jaar op gaan focussen binnen het project. Oké, je deed een oproep voor plekken en kolommen, waar zouden de deelnemers die zich kunnen melden? Misschien is dat wat voor Suus om even een e-mailadres achter te laten. Dus met andere woorden, ik zou me willen melden met een pilot. Kan ik me bij jou melden of bij wie kan ik me melden? Dat is even de vraag. Maar die zullen we via de chat beantwoorden. Nog een andere vraag. Je praat alleen over de invloed op CO2. Zijn er ook nog invloeden op productiviteit en stikstof, vraagt Maarten zich af. Op productiviteit wordt het heel bewust. Dat gaan we zowel zelf meten als ook monitoren. Dat is een beetje van beide. Dus zelf inderdaad opbrengstmetingen doen, maar ook gewoon in deelnemende
boeren vragen van wat zie je nou verschil in gasproductie, merk je verschil? Dus een beetje samen. Dus we gaan harde cijfers, maar ook gewoon van observaties. Stikstof nemen we op dit moment niet mee in het project. Dus echt even kijken van als effect op veenafbraak en broeikasgasemissie. En misschien is dat ook wel een vraag voor Mariet, want je bent nog niet van me af. Denk je dat er effect is op het stikstofleverend vermogen van de bodem? Want stikstof is ook wel echt een dingetje. Mariet, kan jij daar iets over zeggen misschien? Ja, nou. Ja, je bent er weer. Ja, oké. Ik denk dat er... Het gaat nog mis. Het is een beetje. Staat iemand zijn microfoon open, denk ik? Van Mike. Oké. Ik denk dat het wel degelijk invloed kan hebben, omdat natuurlijk kleideeltjes ook een behoorlijke cation exchange capacity hebben, dus cation bindingscapaciteit. Dus het kan effecten hebben in die zin. Dat is een volgende stap die we zouden kunnen doen met onderzoek. En er waren ook vragen vanuit de wetenschappelijke adviescommissie van het NOBV over lachgasemissies. En ook dat is wat we in het lab in eerste instantie willen gaan bekijken. Of er effecten mogelijk ook op lachgasemissie zijn. Maar voor nu, zoals we het nu zien, zal het niet een heel groot effect zijn, omdat we ook maar een heel klein beetje klei toevoegen. Dus we verwachten daar niet hele grote effecten, maar we moeten dat natuurlijk wel uitsluiten. Oké, dankjewel. Misschien nog een andere vraag. We hebben het nu over de bindingscapaciteit van klei in de bodem. Misschien is dat wel aan jullie beiden. Kijken wij ook nog iets verder, want het betekent ook een logistieke opgave die we hebben. Dus de klei moet er ook heen. In het hele programma kijken we ook nog naar de andere negatieve CO2-effecten, bijvoorbeeld voor transport. Dus maken we een soort CO2-balans. Mariet? Ja, dat kan ik wel beantwoorden. Maar eigenlijk kan ik dat niet beantwoorden. Maar is dat een heel eigen werkpakket? Werkpakket 2 gaat naar logistiek, LCA, verwaarding. Dus eigenlijk heel veel omliggende aspecten die daarmee te maken hebben. Want natuurlijk willen we de hele balans weten. Maar we willen eigenlijk ook gewoon ook de logistieke knelpunten weten. Dus er zit een heel eigen werkpakket achter waar we nu niet over gehad hebben. En vragen daaraan kunnen eigenlijk het beste naar Ruud van Uffelen, want die is degene die dit eigenlijk allemaal in kaart brengt en ook de kleistromen bijvoorbeeld bij elkaar brengt. Ja, oké, hartstikke goed. Ruud, we gaan de volgende keer, als we het over economie van klei en veen gaan hebben, dat duurt nog wel eventjes, maar dan gaan we het ook over de CO2-balans hebben, want daarachter zal ook wel een economiecomponent naar voren komen, als het gaat over afrekenbaarheid en carbon credits die eventueel meegenomen kunnen worden. Laatste vraag. Ja, Maaike, als iemand jouw pilotjes zou willen bezoeken, kan dat? Dat kan altijd. Maar niet allemaal tegelijk, alsjeblieft. We hebben nog niet heel direct nu iets op de planning staan. Maar ik denk wel dat we graag in de toekomst weer... We hebben een paar keer al een open dag gehouden in Friesland en in Zegveld. En het lijkt me heel leuk om weer ergens een open dag te organiseren. En dat met workshops rondom ons onderzoek. Oké, super, nou mooi. Nou, laten we in ieder geval met de deelnemers afspreken, daar komen we nog op terug. Want we zien dat de belangstelling bijvoorbeeld uit gebiedsprocessen gaat toenemen en we meer vragen krijgen over kennis rondom klei in veen. We zijn niet met een heel groot team, dus alle gebiedsprocessen af is ook een beetje te gek. Maar misschien moeten we wel een aantal demo-dagen gaan organiseren rondom de pilots. En daar de mensen ook daadwerkelijk kunnen zien waar we het over hebben. En ook de grote range aan klei kunnen bekijken, want er is een grote hoeveelheid verschil. Want dat is uiteindelijk jouw grote doel, hè? Een strooitabel opleveren die enerzijds aangeeft hoeveel klei je wanneer uit wil rijden en ongeveer inschat hoeveel CO2-emissiereductie we bereiken. Ja, eigenlijk wel. En daar wil ik eigenlijk nog aan toevoegen dat we ook willen begrijpen hoe de klei werkt. Oké, okay. Super.
Als het goed is, staat er nu een link in de chat, waar we met de vragen met jouw oproep terecht kunnen. Goed, dankjewel Maaike. Volgens mij hebben we de meeste vragen beantwoord, of zowel niet allemaal. Misschien nog wel één opmerking, denk ik. Je hebt hem een aantal keren genoemd. We hebben het over sec klei en de werking daarop. Maar het is natuurlijk een mengelmoes van werkingen. Het gaat ook over zout. Het gaat over calcium. Het gaat over magnesium. Het gaat over heel veel verschillende mineralen. Mogelijk, ja. pH, die kwam ook al langs. Dus het is best een complex verhaal als we het hebben over sec, de werking van klei. Want alleen klei bestaat ook niet. Het is altijd een mengelmoes. Dus dat kan ook wel eens de verklaring geven dat het soms een keer wat positiever uitpakt en soms een keer wat negatiever uitpakt. En misschien geeft dat ook wel antwoord op de vraag, kunnen we morgen al aan de gang? Of sterker nog, als we morgen aan de gang gaan, Martine, vindt u dat verstandig? Nou, we zien in ieder geval dat vanuit het onderzoeksdeel, dat het niet altijd even voorspelbaar is hoe klei reageert. En we hebben inderdaad al een keer de vraag gehad, dat was calciumrijke klei. Wat misschien wel helemaal niet zo verstandig is om op veen uit te rijden. Of dat al toegepast kan worden. We zijn nog erg voorzichtig ermee. Want je ziet dat het niet één rechte lijn is met 100% werking. Op CO2-emissie. Ja, sommige dingen hebben gewoon tijd nodig. En we willen graag snel, maar het gaat niet altijd. Tot zover denk ik jouw verhaal, Maaike. Wat mij betreft schakelen we door naar de volgende, niet spreker, maar het gesprek dat we aangaan. Joyce, kan jij je gezicht laten zien? Ja. Ik laat mijn gezicht zien. Even kijken, ik zie je nog niet in beeld. Maar als andere mensen... Blauw truitje. Nou, dat is prima. Hey Joyce, Rijkswaterstaat heb ik altijd het gevoel dat gaat over wegen. En grote baggerwerken. En als ik zie wat voor functie je hebt, dan moet je die eerst zelf nog een keer uitleggen, want dat begrijp ik niet helemaal. Wat doe je bij Rijkswaterstaat? Nou, bij Rijkswaterstaat ben ik een van de veranderaars. Ik heb in wezen als opdracht gekregen om naar een circulaire economie te gaan. Ik werk onder andere bij de transitiepaden van klimaatneutrale en circulaire infra. En een van mijn opdrachten is nu, zal maar zeggen, om naar een afwegingsmodel te gaan als wij groot grondverzet hebben, om dan een goede impactanalyse te maken. Dat doe ik binnen een live programma, wat ik samen met de provincie Gelderland doe. En ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Ik ben altijd met verandering bezig. Oké. Ja, een van de eerste vragen die bij mij opkomt als ik nadenk ook over Rijkswaterstaat is grote waterwegen die jullie onderhouden. En uiteraard is er een vraag over waar halen we de klei vandaan. Hebben jullie dat? Nou, sowieso wat je al zegt, er vindt veel grondverzet plaats. Als je alleen al kijkt aan de aankomende periode dat er voor de kaderrichtlijn water heel veel gronden ontgraven worden om weer nevengeulen te maken. En daarnaast doen we natuurlijk het dagelijkse beheer en onderhoud, het baggeren van onze wateren. En dan vooral bij de mondingen, daar zit veel kleihoudend materiaal. Oké. Kan je een beetje een paar getallen noemen om een beetje gevoel te krijgen waar hebben we het dan over veel? Want één denkt dat een kruiwagen veel is en de ander denkt gelijk aan schepen vol. Kan je wat volumestromen benoemen ongeveer? Nou, ongeveer ja. Het gaat gewoon in de miljoenen kubus wat er sowieso jaarlijks wordt gebaggerd. En als ik kijk wat er de aankomende tot 2027 voor de kaderrichtlijn water wordt vergraven. Ja, dat gaat ook in de 7, 8 miljoen kub, wat er dan naar boven komt. Vrijkomt, oké. Okay, ja. En dat is jaarlijks? Die van de kaderrichtlijn water is niet jaarlijks, maar wat jaarlijks wat we baggeren, dat is sowieso al miljoenen kubs, ja. Oké, okay, en elk kubje klei krijgt een bestemming, want daar wordt nu ook weggevaren. Kan je aangeven, waar gaat het nu eigenlijk heen?
Nou, als we bijvoorbeeld baggeren bij de Rotterdamse haven, wordt veel letterlijk het zeegat ingebracht. En dan ergens op grote verspreidingsvlakken wordt dat weer in de zee wordt dat neergelegd. Als je kijkt naar projecten zoals bij de kaderrichtlijn water, dan wordt ook veel materiaal in diepe putten gestopt. Als grootschalige toepassing. Okay. Dus laat ik het zo zeggen, heel veel materiaal wat wij hebben, wat wij niet kunnen gebruiken in de GWW-sector, dat, ik zeg het altijd, dat zijn we echt aan het wegmoffelen, wegstoppen. En we kijken niet echt naar de waarde van het materiaal, zoals we bijvoorbeeld het vandaag hebben, klei en vee. Oké, dat is jammer. Nou heeft volgens mij Rijkswaterstaat een CO2-neutrale doelstelling. Klopt. Gaat klei daar een rol in spelen en hoe modelleren jullie dat? Nou, we zijn sowieso heel hard bezig in eerste instantie met zero-emissie materieel, omdat daar een goede grote aanjager in te zijn. En sinds kort zijn we ook dus bezig om het circulair waarderen, dus materiaal zoals klei in veen, dat ook te kunnen waarderen in een CO2-balans. En dat dat mee gaat wegen in onze inkoopstrategie. En als ik heel eerlijk ben, dit is ook nog een ontgonnen terrein waar we de eerste stapjes zetten. Oké. Ja, en je ontkomt er niet aan. Natuurlijk komt de vraag uit de chat. Is slip niet van Rijkswaterstaat niet per definitie vervuild? Ik maak hem iets groter als dat die is. Dat is een van de vragen van Bart Kruid. Blijkbaar heeft het imago dat het vervuild is. Kan je daar iets over zeggen? Nou, ik denk dat ik Bart Kruid gewoon gelijk kan geven. Als het alleen waarderen op milieuhygiëne, dan is het gewoon, zoals ik zeg, te rijk aan heel veel materialen. Zeker als we het over kleihoudend hebben. Ja, dat is gewoon plakband. Daar zit alles zit eraan vast. En ik denk dat dat is ook een van de dingen waar wij moeten gaan leren. In hoeverre we de klei met al zijn waarden, of het nou negatief of positief is, dat we dat gaan waarderen voor de maatregel waar we het voor willen gebruiken. Je zou je misschien kunnen voorstellen, en misschien is het wel ook wel vloeken in de kerk, dat iets wat milieuhygiënisch iets verhoogd is. Maar als ik de toepassing zoals Mariette ook aangaf, kleine laagjes klei ergens opbrengen, gaat dat dan daadwerkelijk de algehele kwaliteit, is dat dan negatief? En wat krijgen we er eigenlijk voor terug? Hè? Ik weet in ieder geval mijn verhaal van klei op zand. Ja, dan wordt het water vasthoudend vermogen wordt veel groter. Het kan beter nutriënten vasthouden. Dus het heeft ook positieve waarden om dat te doen. En dat moeten we gaan leren, die negatieve waarden en die positieve waarden. Ja, dat we dat in balans kunnen gaan toepassen. Kan het zelfs zo zijn dat er bij jullie, dus bij de Rijkswaterstaatwereld, zo noem ik het maar even, een negatieve waarde aan iets toebedeeld wordt, terwijl het in de landbouw zelfs positief kan zijn, als het gaat over zware metalen of dat soort stoffen? Zware metalen wel jazeker, jazeker. En de discussie is natuurlijk nu ook gaande van over beschikbaarheid van zware metalen en in hoeverre het misschien juist bijdraagt aan de productie. Ik heb zelf, Ruud van Uffelen, die heeft mij zelf ooit het voorbeeld gegeven. Aan de ene kant zit aan klei bijvoorbeeld een verhoogd aan koper. Nou, dan zouden we kunnen zeggen van dat mag niet toegepast worden op die landbouwgronden. Terwijl dat diezelfde boer heeft ook in wezen een substraat nodig. Wat juist die koper erop moet, omdat zijn productie vegetatie dat vraagt. Ja. Dus ja, nou. Ja, daar moeten we gewoon naar leren kijken. Van, het zou zelfs zijn waar het milieuhygiënisch vervuild is, dat te misschien juist voor de productie juist wel een hele positieve toevoeging heeft. Oké, wat zou je droom zijn? Mijn droom zou zijn dat wij de gronden die vrijkomen daadwerkelijk naar waarde gaan inzetten. En dat wij leren omgaan met bijvoorbeeld toch lokale vervuilingen.
En hoe ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat we in ieder geval bijvoorbeeld klei, wat bijvoorbeeld bij de KW-maatregel, bij het graven van een geul, dat het gewoon niet weggestopt wordt in IJsseloog. Terwijl dat het een hele hoge waarde zou kunnen hebben, naar mijn mening, bij die hoge zandgronden waar nu gewoon erosie en de hele landbouw gewoon kapot gaat op dit moment. Of eigenlijk zo'n gebied gaat zelfs kapot. Dus mijn droom is dat we de grond naar waarde kunnen inzetten. En dat dat kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven die we hebben. Zoals bijvoorbeeld in het veenweidegebied of op de hoge zandgronden. Ja, oké. Het maakt me wat nieuwsgierig. Ben je binnen het Rijkswaterstaatwereldje alleen? Of heb je al maatjes of partners? Met andere woorden, wat moet er gebeuren binnen RWS om dit gedachtegoed, wat je nu uitdraagt, zeg maar, in je droom, om daadwerkelijk daar post te vatten, zeg maar? Nou, wat ik in ieder geval nodig heb, is in wezen massa die dit met mij vindt en daar ook een vraag naar heeft. En zoals een onderzoek wat jullie nu doen, dat draagt ook bij aan die waarde van klei. Dus ik heb eigenlijk partijen nodig die heel graag klei zouden willen hebben en dat we met elkaar voldoende kennis gaan opdoen om ook de wet en regelgeving en alle instrumentaria zoals we die nu hebben ingericht, dat we die ook kunnen gaan veranderen met elkaar. Oké, in de massa zoek je extern en tenminste externe massa, letterlijke massa, kan helpen om het interne proces te bevorderen. Ja. Oké, misschien is dat ook wel een hele aardige oproep aan de mensen die deelnemen. Volgens mij ben je gewoon op zoek naar vragende partijen. Je hebt eerder aangegeven in het voorgesprek dat je niet op zoek bent naar 85 telefoontjes die zeggen, heeft u ook nog een paar kuub klei voor me? Maar we hebben eigenlijk een beetje het voorstel om dat wat te bundelen, want dat maakt het voor jou ook makkelijker. Ik heb met Suzanne afgesproken dat we daar een eerste poging toe willen doen om die bundeling te doen. We gaan een e-mailadresje intikken. Dus mocht u vanuit een gebiedsproces, want het gaat ook leven in gebiedsprocessen, merken we. Mocht er vanuit het gebiedsproces vragen zijn over klei en hoe dat werkt en in de hoeveelheden. Dat kan ons enorm helpen. Dus dan gaat het niet over 5000 kuub, maar de bundeling van de hoeveelheden stromen. Om met jullie een wat groter gesprek te voeren. En ik zag net in de chat al partijen als Campina of andere grote partijen langskomen. Als er mensen zijn die zeggen, nou, dat die bundeling willen wij wel doen, zou dat voor ons ook heel erg helpen. Want ik denk dat het zo is op het moment dat we echt de vraagarticulatie bij elkaar kunnen doen. Hè? Dat het ook bij jullie makkelijker intern werkt om die beweging voor te zetten. Mij is het makkelijk om dan ook de beweging richting de ministeries te krijgen. Ja. Om daar goed in gesprek te gaan met INW en LNV. Suzanne, wil je die dat e-mailadres anders even in de chat zetten? Dat is het mooiste. En dan zorgen wij dat we die vragen gaan bundelen. Even denken. Zijn er nog andere vragen uit de chat aan Joyce die we moeten bespreken? Ik kijk even vanaf de zijkant. Even een tel kijken. Hoe gaan we om met de mogelijke winst die te behalen is? Hoe kijken jullie er tegenaan? Dus voor wie zijn de creditjes eigenlijk? Is daar nog een uitgesproken mening over? Nou ja, ik denk dat... we hebben het hier over een verandering. Hè? Dus technisch kan dit. Maar dit vraagt om een systeemverandering. En waar gaan de credits heen en wie gaat wat betalen? Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om dat met elkaar te gaan uitvinden. Als ik bijvoorbeeld een boer uiteindelijk vraag om dit te doen voor maatschappelijke opgaven, ja, dan denk ik ook dat we met elkaar moeten gaan kijken hoe krijgen we die klei daar en wie betaalt dat dan. Zullen we met elkaar moeten uitzien te komen.
Dan moeten we een polderprocesje op gang brengen, denk ik. Wat wij in ieder geval nu doen bij circulair terreinbeheer voor biomassa, is dat we ook echt een keten in beeld hebben, maar dat we daar ook partners omheen in beeld hebben, zoals de provincies en waterschappen, die duidelijk een belang hebben. En die kunnen dus ook mee bijdragen, dan wel door materiaal te leveren, dan wel, nou ja, op allerlei manieren om dit proces voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, een van de deelnemers bericht terecht. Gezien de onzekerheid die Maaike en Mariette op dit moment nog geven over de werking van klei. Hè. Het ziet er goed uit, maar de hoeveelheden en de afrekenbaarheid wordt nog wel een issue. Is het misschien nog wel veel te vroeg om nu al heel expliciet vast te gaan stellen wat voor credits, wat voor economische effecten er zijn, wat voor CO2-effecten er precies zijn en die daadwerkelijk ook op waarde te zetten. Maar goed, de trein moet een keer in gang gezet worden. Dus het gesprek erover lijkt in ieder geval goed. Wil jij nog wat aan de mensen vragen, Joyce? Naast dat je graag vraagbundeling wil. Nou ja, ik zal zo nog even in de chat even neerzetten naar circulair terreinbeheer. Daar kunnen jullie ook kijken waar wij dan klei op zand aan het doen zijn. En ik zal ook verwijzen naar het live. Dus als mensen daar vragen hebben of verbinding mee willen hebben, dan nodig ik jullie uit. Helemaal goed, super. Blijft een issue. Hij komt een paar keer langs in de chat over de vermeende vervuiling en hoe kunnen we dat opzetten in een kans. Maar vervuild is vervuild. Misschien is het ook wel goed om te zeggen dat we kijken naar dat deel wat niet vervuild is. En een deel wat echt vervuild is, zal een andere toepassing dragen. We hoeven ook niet alle klei van jullie het landbouwgebied in te brengen. Nee. Maar daarnaast moeten we ons ook realiseren dat we wel het afvoerputje van Europa zijn. Dus eigenlijk is Nederland gewoon één diffuus belast gebied. Dus ja, ik denk dat we daar echt moeten leren hoe we daar met elkaar mee moeten omgaan. Oké, hartstikke bedankt Joyce voor jouw toelichting. Nou, we hopen dat we veel kuubjes voor jou kunnen krijgen en dat we de pool zo groot mogelijk kunnen maken. Want die boodschap is in ieder geval bij mij wel binnengekomen. Laten we overstappen wat mij betreft naar de volgende, wat is het eigenlijk, gesprekspartner. In ons programmaatje was je eerder, Bernd, ik kan er ook even niks aan doen, maar volgens mij maakt het niet zoveel uit. Wil je jezelf even voorstellen, Bernd? Ja, dat is goed. Als het goed is, kom ik dan meteen in beeld bij iedereen. Dat is toch al het trucje? Ja, precies. Ik ben Bernd van den Berg, ik ben beleidsadviseur Bodemdaling Veenweide bij het Hoogheemraadschap van Schieland en Kimpenerwaard. En dat doe ik sinds 1 oktober. Hiervoor heb ik gewerkt bij de Omgevingsdienst, ook in dit gebied, Midden-Holland. Dus ik weet ook wel iets van bodemkwaliteit. En ik wil nog even, misschien toch even van de gelegenheid gebruik maken om even aan te haken bij de discussie van net over bodemkwaliteit. Ga dan ook alsjeblieft met de Omgevingsdiensten in conclaaf over misschien ietsje meer zware metalen in dat gebied mag worden hergebruikt. Gemeenten zijn bijvoorbeeld gezag voor het toepassen van klei op veengrond. Vaak belegd bij omgevingsdiensten die dan daarop toe moeten zien. Maar het is een gemeente om in een nota bodembeheer daar mogelijk uitzonderingen voor te maken. Dat er misschien meer stofje toegevoegd kan worden aan de bodem als dat verder geen milieuhygiënisch risico heeft. Dus dat is misschien nog een aanvulling op de discussie van net. Ja, super, dankjewel Bernd. De vraag is natuurlijk, waarom vragen we jou om hier iets te komen toelichten? Ja, omdat het waterschap gaat over het watersysteem. En we hebben ook een doelstelling om bodemdaling te beperken. Het staat zelfs zo letterlijk in ons waterbeheerprogramma. Tegengaan of beperken van bodemdaling. Ja, elke maatregel die daar aan toe kan bijdragen, die zullen wij natuurlijk omarmen. Of in ieder geval positief verwelkomen. Er zijn natuurlijk verschillende maatregelen om bodemdaling te remmen. We hebben wat je veel momenteel ziet in de landen, dat zijn de waterinfiltratiesystemen. Mag ik toch even mijn scherm gaan delen? Frank, is dat goed? Ja, dat kan. Prima. Ja, oké. Even kijken of dat zo werkt. Ja. Ja. Dat lukt zo, hè? Ja.
Dit is een deel van de Krimp en de Waard, waar wij dus de watergebiedsbeheerder zijn, de waterbeheerder. En je ziet al hoeveel enorm veel sloten daar in dat veenweidegebied aanwezig zijn. Waarom laat ik dit plaatje zien? Nou, samen met dit plaatje, dat is een kaart van de drooglegging in de Krimp en de Waard. Drooglegging is een resultant van de hoogteligging en het oppervlaktepeil. Dat zegt niks over het grondwater, maar wel over hoe droog een perceel gemiddeld ongeveer zal zijn, of waar de grondwaterstand gemiddeld genomen idealiter zal liggen. En dan zie je ook wel dat het noordelijk deel van die polder en het middengebied al behoorlijk nat en drassig is. Hè. De drooglegging is daar 30 centimeter, soms zelfs 20. Dus we hebben een grote opgave om dit hele gebied, de bodemdaling te stoppen. Dan zou je kunnen denken aan pijlverhoging. Nou, dat in die paarse en donkerpaarse gebieden wordt dat al heel lastig, pijlverhoging. Je zit daar al, dan zou landbouw bijna onmogelijk worden. Een van de doelstellingen in het gebied is wel volhoudbare landbouw. Hoe mooi die term klinkt, wat ik me daarvoor moet stellen, is nog een beetje onduidelijk. Maar volhoudbare landbouw is het doel. Ja, pijl verder omhoog is dan lastig. Waterinfiltratiesystemen komen dan om de hoek kijken als mogelijke oplossing. En daar hebben we toch wat kanttekeningen bij. Beheer van het systeem is dan niet altijd goed geborgd, zien wij. Wie gaat het onderhouden en zorgt dat het niet dicht slipt? We zien een toename van de watervraag natuurlijk door waterinfiltratiesystemen. We hebben een hydrologisch adviesbureau berekeningen laten uitvoeren. Om te kijken van wat gebeurt er in verschillende scenario's als we waterinfiltratiesystemen gaan aanleggen. En we zien een watervraag van 30% toeneemt als we volledig krimpende waard gaan volleggen met waterinfiltratiesystemen. Nou zou ons gemaal dat nog wel aankunnen, de inlaat van zoveel water. Maar we hebben in krimpende waard ook nog een opgave voor de zoetwateraanvoer. We hebben afgesproken met het naastgelegen waterschap Rijnland dat we gaan zorgen voor een zoetwateraanvoer door de Krimp en de Waard, zodat ook het noordelijk gebied voorzien kan worden van zoet water. Nou ja, dat geeft nogal wat druk op het hele watersysteem. We hebben ook in de doorberekening van het adviesbureau blijkt dat er een toename gaat plaatsvinden van wateroverlast. Dan denk je van, hoe kan dat nou? Maar het is niet alleen een infiltratiesysteem. In de winter draineert het ook nog eens een keer heel goed natuurlijk. En vooral in de winter zie je dan dat het watersysteem enorm snel en kan reageren op hevige neerslag. Wat leidt tot grotere wateroverlast. Wij zijn natuurlijk wel gebonden aan normen voor wateroverlast. Dus dat zegt ook nog wel iets. Dan hebben we ook nog het verhaal van is het duurzaam om heel veel plastic buizen in de grond te leggen? De effectiviteit van de CO2-reductie is niet altijd je van het, zeker in gebieden waar het nu al heel hoog pijl heeft. En de kosten zijn ook behoorlijk hoog van waterinfiltratiesystemen. Zo'n 4.000, 5.000 euro per hectare is geen uitzondering momenteel. Dus al met al zien wij heel erg zitten om een klein inveen op grotere schaal toe te gaan passen in ons beheergebied. Omdat het gewoon weinig of minder effect heeft op het watersysteem. Het is dus inderdaad een bodemmaatregel. Er zijn al inderdaad, Maaike gaf het al aan, 5 pilots geweest in Krimp en de Waard. Dit zijn foto's van een boer bij Stolwijk waar de klei is opgespoten op het weiland. En alleen de vraag is bij ons dan heel erg. Wij zijn ook nog een keer wegbeheerder in het gebied. En dan heb je het over dit soort weggetjes. Hoe gaan wij die klei daar inderdaad grootschalig kunnen toepassen. We hebben nu een beoogd project van het opbrengen van 1 centimeter klei op 100 hectare. En ja, hoe krijg je dat het gebied in? Dat is eigenlijk de volgende uitdaging waar we goed naar moeten kijken. Oké, dus je geeft aan, jullie rekenen met ongeveer 1 centimeter klei, is dat 1 centimeter klei in totaal of 1 centimeter klei over 10 jaar? Of wat is jullie inschatting? Per keer, ja. En als de onderzoekers die we net aan het woord hebben gehad zeggen dat het elke 5 jaar moet, dan moet het om de 5 jaar of 10 jaar. Dat weet ik niet. De wetenschap is daar nog mee bezig natuurlijk.
Dus mijn eerste instantie is volgens mij die 1 centimeter klijp een goede uitgangspunt, dacht ik altijd. Oké. Okay. Kan je iets vertellen over hoe klei in veen onderdeel gaat worden van jullie waterbeheerprogramma? Dus hoe veranker je het in jullie waterschapsbeleid? Ja, dat is een goede. Staat er nu nog niet letterlijk zo in. Het is natuurlijk, je merkt ook aan alles dat het beginnende wetenschap is. Tenminste, ik vind het bijzonder hoeveel er nog onderzocht moet worden en hoeveel onduidelijk is. We zien wel in principe dat het een bewezen techniek is. Als we kijken naar de bodemdaling in de Krimpenermaard, zie je aan de randen waar een kleidek aanwezig is door de rivieren die daar aan de randen van de Krimpenermaard liggen, die dus van nature al eeuwen geleden daar klei hebben afgezet, veel meer klei dan in het middengebied van de Krimpenermaard, daar is het bijna puur veen. Zie je al dat de bodemdaling aan de randen van de Krimpenermaard veel minder sterk is. Dus je ziet eigenlijk al in de, als je die kaarten goed bekijkt, hè, door je, het is niet wetenschappelijk verantwoord, maar je kan wel zeggen van, daar waar meer klei in het veen zit, zien we al minder bodemdaling. Dus we zien het echt wel als bewezen techniek al, in die zin, als ik dat zo mag zeggen. Het opnemen in het waterbeheerprogramma weet ik nog niet zo goed, omdat het natuurlijk een bodemmaatregel is. Hè? Wij gaan natuurlijk niet over. Ja, dat zal in de gebiedsprocessen zou dat wel een plek moeten krijgen. Daar gaan we wel voor. Daar gaan we wel voor. Dus ja, ik denk okay. Dat. Ja, op die manier. Hey, heel goed. Nou denk ik aan een Rijkswaterstaat met klei. En volgens mij hebben jullie ook waterwegen. Hebben jullie ook zelf klei in de aanbieding? En heb je daar zicht op de volumestromen als waterschap? Heb ik geen zicht op. Ik weet wel dat ze al proberen al 10, 20 jaar bagger zoveel mogelijk in het gebied te houden. We hebben daar ook afspraken mee kunnen maken met de gemeente en het omgevingsdienst om zoveel mogelijk bagger in de polder zelf weer op percelen te brengen. Ook al is de bagger niet altijd even schoon. Maar ja, dat is dan natuurlijk niet echt kleibagger, maar gewoon de gebiedseigen bagger. Dat zou een goede ik zijn om te kijken of wij onderhoudsbagger nog meer dan nu. Maar ja, dan moeten we dus inderdaad met die gemeente en het omgevingsdienst via een conclaaf of we dat nog meer kunnen hergebruiken om het zoveel mogelijk in het gebied te houden. Het scheelt natuurlijk wel enorm veel aanvoer van buiten. Alles wat je in het gebied kan houden, moet je natuurlijk als nuttige grondstof zien. Ja, ja. En daar kan je ook heel goed verpompen. Ik weet ook dat er in het verleden wel wat experimenten zijn gedaan met het verpompen van grond. Dat zou ook nog interessante zijn. Volgens mij is bij de boer in Stolwijk toen, ik weet, was daar niet bij, Maaike weet dat beter, is volgens mij, is eerst de klei wel aangevoerd per as, volgens mij. Toen in een sloot gebracht en toen weer verpompt op het land. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal weer extra handelingen. Maar ja, dat zou. We hebben dat toen de tijd kleimelk genoemd. Dus we klei opmengen in heel veel water en het dan wordt het verspuitbaar, zeg maar. Ja, er komt nog een vraag van Jannie Gerritsen. Het mooie is, ze werkt bij de provincie Noord-Holland, dus het is niet jullie territorium. Maar die vraagt natuurlijk, en hoe zit het nou eigenlijk met die bodemwaternotitie? Want je zegt vrij expliciet, wij gaan niet over de bodem. Het ministerie heeft gezegd, we leggen de koppeling. Dus ja, hoe kijk je daar dan tegenaan? Hoe kijkt het waterschap er eigenlijk dan tegenaan? Want blijkbaar mag je die koppeling niet meer los zien van elkaar. Nee, klopt. Natuurlijk, het bodem- en watersysteem, dat kan je niet los van elkaar zien. Dat zijn de communicerende vaten, soms letterlijk, soms figuurlijk. Maar ik weet nog niet hoe het moet gaan landen in het waterbeheerprogramma. En dat moet ik eerlijk zeggen. Je moet het gewoon bekijken. Wat ik net zeg, het is. Je moet gewoon in de gebiedsprocessen ook met de boeren zelf eruit gaan komen van hoe gaan we die bodemdaling stoppen. En linksom of rechtsom, iedereen heeft daar een belang bij. Dus ik weet niet of dat nou hangt op een alinea in een waterbeheerprogramma, vraag ik me af. Oké. Okay. Ja. Wil je zelf nog wat vragen aan de mensen of nog een losse opmerking plaatsen? Nou, ik ben wel benieuwd of misschien mensen uit de
die nu aanwezig zijn. Ik zag een chatbericht van Martine Bijman bijvoorbeeld. Die gaat in Noord-Holland al aan de slag met klei in veen. Hoe die dan het transport ziet, zeg maar. Hoe zij dat voor zich ziet. Of dat andere mensen zijn die daar ideeën over hebben. Of al een keer iets hebben doorgerekend. Want, ja, transport is natuurlijk ook weer CO2-uitstoot. Dus ja, is daar al een keer een maatschappelijke kostenbaatanalyse van gemaakt, bijvoorbeeld. Van hoe efficiënt dit allemaal is, wat we allemaal gaan optuigen. Hè? We zijn voor een grote transitie, dus we moeten wel zorgvuldig te werk gaan, laat ik het dan zo zeggen. Om te kijken of we niet... Martine, jouw naam werd genoemd. Jullie zijn aan het rijden geweest met klei. Kan je daar iets over zeggen of niks? Ja, dat kan ik zeggen, inderdaad. Wij hebben vanuit Noord-Holland financiering gekregen voor het loket Veenweideboeren Noord-Holland. Dat is maatregelen nemen, daadwerkelijk in de praktijk. Maar daarnaast denken we met de stuurgroep ook over de andere vraagstukken. Dus als je waterinfiltratie gaat toepassen, doe je dat dan met biologische drains bijvoorbeeld. En als je klei gaat verzamelen, moet dat dan met een elektrische graafmachine? En dat zijn vraagstukken die zeker straks in de stuurgroep beantwoord gaan worden, maar op dit moment nog niet beantwoord zijn. Joyce? Oké. Okay. Ja, ik refereerde er straks nog aan. We hebben een grondstromenmodel ontwikkeld. En daarin wordt dus ook de CO2 van de installaties, maar ook de circulaire waarde, waar ook de CO2-winst of reductie wordt meegewogen. En dan zie je gewoon dat als je kijkt op lange termijn effect, dat al doe je alles met de vuilste machines, dan heb je nog steeds CO2+. Mensen die ook geïnteresseerd zijn in dit model, die kunnen zich eventueel ook aanmelden om eens te kijken, om dat eens te gebruiken. En het is nog in ontwikkeling, maar ik hoop dat we aan het eind van de rit iets moois hebben. Ja, oké. Okay. Volgens mij zijn de meeste vragen beantwoord voor zover. Iemand vraagt nog hoe verhoudt het ophogen met klei zich tot de droogheidsdaling en de bodemdaling? We hebben het hier niet over ophogen van klei, hè? Dat heb ik helemaal in het begin gemeld, maar over het inbrengen van klei. Dus ophogen is een ander thema. Dat gebeurt veel in Duitsland en in Noord-Nederland. Daar gaan we in een andere webinar een keer over met elkaar in gesprek. Ik denk dat we er zo'n beetje door zijn. Of iemand moet nog een prangende vraag hebben. Joyce, ik denk dat jouw handje van de vorige keer nog is, gok ik. Ja, oké. Okay. Wat mij betreft ronden we af. Dat betekent dat ik begin met de aftiteling. Op 13 maart hebben we een volgende webinar gepland. Dus deze webinars, we gaan een hele serie maken. Op 13 maart volgende webinar gepland. Dat gaat wat meer over de economie van hoge grondwaterpeilen. We hebben eerder besproken over wat het technische verhaal was achter hoge grondwaterpeilen. Wat doet het met de bodem? Wat doet het met de opbrengst? Als het gaat over grasopbrengst, et cetera, et cetera. En we willen nu wat meer gaan inzoomen op de economie. Hoe we dat precies gaan noemen, dat weten we nog niet. Het gaat over schade, het gaat over extra opbrengsten, over verminderde opbrengsten. Maar vooral de focus op het gelddeel wat erachter zit. Die is op 13 maart. Die organiseren we ook weer samen met het NOBV. Alhoewel het NOBV iets minder bezig is met het economische deel. Maar als we het hebben over CO2-emissiereductie en de eventuele credits die erachter vandaan kunnen komen, dan raakt het ook zeker wel weer het NOBV-deel. Voor zover, volgens mij ben ik niks vergeten te melden tot zover. Als iemand nog een laatste opmerking hebt, we hebben het volgehouden tot 5 minuten geleden. Toen zaten we op 100 deelnemers, nu zitten we er nog met 97. Dat betekent dat we waarschijnlijk iets interessants bij de kop hebben gehad. Dank voor uw komst en we zien u graag op 13 maart weer terug. Tot zover.